Goedemiddag lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik zit met mijn moeder in de auto en wij rijden nu naar Ark of Beauty in Amstelveen. Ik ga even mijn frons doen, een beetje mijn voorhoofd en ook een beetje mijn kraaienpootjes. Voor het eerst heb ik nog nooit gedaan. Kijk, ik heb wel echt dit als ik lach. Maar ik snap jou echt niet. Ik was 50 jaar toen met die flauwekul begonnen. Nou ja, ik ben er vroeg bij, dus... En wat ga jij laten doen, mam? Nou, ik laat alles even nakijken. Oké. Dus daar rijden we nu heen. En dan gaan we dat even fixen. Oké. Nou, mijn moeder gaat ook iets doen. Een 7-point lift. Mag je een beetje draaien? Andere kant op. Oh, sorry. Ja. Hey, we gaan eerst een lift maken op je jukbeen. En het jukbeenbot, dat wordt eigenlijk... dat neemt af in volume. Bij het ouder worden. En door daar weer aan de zijkantjes wat filler terug te plaatsen, krijg je eigenlijk een hele mooie lift. Zonder dat je er onnatuurlijk uit gaat zien. Wat is het verschil? Het is allebei botels. Alleen merk is anders. Ja? Ja? Nu heb ik die kraaienpootjes hier. Nou, ik zie het niet hoor. Wel. Zo. Frons. Ja, ik zie het. En voorhoofd. Ah, zie. Over een week is het helemaal anders. Ga beginnen. Oké, nou dat vond ik best meevallen, ja. Okay. Nou, inmiddels ben ik weer thuis. En ik heb jullie helemaal volgens mij nog niet laten zien hoe goed jullie nu eet. Ze eet echt goed haar hapjes. Ik geef haar, hoe heet het? Zoete aardappel met wortel volgens mij. Kijk, ze vindt het echt lekker. Ze begint er echt aan te wennen nu. Ja, vind jij je hapje zo lekker? Doe mijn mondje open. Ja, doe dat. Nou, doe dan Bolly. Goed zo. Oh, nu is ze afgeleid hoor. Lekker hè? Lekker hè? Vind je het lekker, schat? Vind je het lekker? Ja! Een lekker schmiegeltje van mama. Ja. Zo. Nou, mevrouw is ziek, denk ik. Ik ben aan het koken. Ik vond het zo lekker de vorige keer wat mee met gekookte spinazie met aardappels gekookt. En ik heb hem zo gemakkelijk gemaakt. Je hebt tegenwoordig... voorgekookte aardappelen. Dus volgens mij moet mij dit gewoon gaan lukken. Ik heb echt in mijn hele leven, mensen, ik meen echt serieus, ik heb nog nooit gekookte aardappelen gemaakt. Dat is echt heel erg. Maar dat kan gewoon haast niet fout gaan. Ik prik steeds met een vork iedereen. En dan gaan we het meemaken. Oké, ik zeg je eerlijk, mensen, ik vind die aardappels echt moeilijk. Want kijk. Ah. Ik prik dus met mijn vork erin. Maar ik weet dus nu niet echt hoe dat moet voelen of zo. Ik kan er zeg maar doorheen prikken. Volgens mij... Oké, volgens mij is het goed. Volgens mij is het goed. Maar ik weet niet zeker. Ja. De jus is net stroop. Nou, van mijn vies smaakt het heel lekker. Ja, de aardappels waren nog hard, maar ik zit wel lekker te eten eigenlijk. Hé, hey, schatje? Aardappels vond ik nog wel lekker, hè? Zijn we even op visite bij je vriendinnetje Lexi? Is ze al zo groot geworden? Zijn jullie allebei zo veranderd al? Oh, kijk nou. Oh! Julie, wat doet ze nou? Oh? Oh! Ga je praten? Julie? Ga je nog wat zeggen? Kijk, zij doet het ook hoor, hè? Dat denkt ze ook. Goedemorgen, mensen. Het is voor mij doen vroeg, het is 9 uur. En ik ben onderweg naar Arlene van My Body Skin Shop. Ze gaat weer lekker mijn rug en alles masseren. Ik moet je wel echt heel eerlijk zeggen, jongens. De vorige keer was ik helemaal blauw alles. Ze zei, Boy, je zit zo vast. Het is niet normaal.
Ze heeft het echt helemaal losgemasseerd. Dat was ook wel te zien, denk ik. Ik heb serieus, vorige week donderdag was ik er, het is nu woensdag. Ik heb de hele week geen migrainepil geslikt. Dus geen idee of het nou echt alleen maar daar aan ligt, weet je. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik ga dit wel echt iedere week doen. Want het bevalt me prima als ik zeg maar, als het wel echt gewoon werkt. En ik hoef die pillen niet te slikken. Oké, ik ga weer even beginnen aan deze ellende. Want ik zie echt van de bomen het bos niet meer. Daar ligt ook weer allemaal dingen. En ik had wat nieuwe dingen gehaald bij de Sarah. Kijk, deze. Lekker allemaal truitjes. Oh, god. Nou, ik ga haar eerst maar even een fles geven. Cookie! De hele dag aandacht van mama! Oh, sorry hoor. Lekker hè, die appies? Je zit helemaal onder, schat. Ik ben zo blij dat dit soort dingen bestaan. Dit is echt top. Zo'n plastic ding wat je gewoon kan schoonwassen. Valt er zo in. Ik ben blij dat ik je nog niet in bad heb gedaan. Dat doen we hierna. Kijk eens naar mama. Kijk eens. Polly. Oh. Je ziet eruit. Je lijkt wel een monster. Oh, ik meen wel echt. Het is wel echt heel relaxed dat jullie nu haar vaste slaapje heeft 's middags. Want ik kom hier gewoon even aan toe. Echt, die was, die gaat maar door. Dit hoort hier niet. Oh ja, dat is voetbalkleding. En weet je, je merkt gewoon echt dat je er anders gewoon echt geen tijd voor hebt. Ik ga nu ook even douchen. Dus dan ben ik zo lekker klaar. En dat is echt een heerlijk gevoel. Zo, de kleine ligt nog heerlijk te slapen. En ik heb nu ook besloten, kijk, vanochtend moest ik vroeg mijn bed uit. Ik zeg jullie eerlijk, jongens. Eigenlijk sinds Julie is geboren, ga ik elke keer nog even 's ochtends slapen of 's middags. Omdat ik gewoon ten eerste echt een lui persoon ben. Ik heb echt mijn slaap nodig. Ik ben er echt van over uit dat ik echt mijn slaap nodig heb. Ik ga te laat slapen. Ik ben echt zwaar een avondmens. Totaal geen ochtendmens. En ik werd er eigenlijk steeds gefuckter van. Omdat het gewoon met een kind gewoon niet te doen is. Weet je wel? Als mensen ook wel eens aan mij vroegen van, vind je het zwaar? Dan zei ik, nou ja, ja. Terwijl ik een heel lief kind heb, vind ik het zwaar. Omdat ik gewoon die ochtenden gewoon kut vind. Dus bijvoorbeeld Kelsey, waar ik heel vaak ben met die twee kinderen, die zegt echt tegen mij, ja, Bo, ik vind het gewoon echt niet zwaar. Want zij heeft er dus zelfs twee. En dan zeg ik, hoe kan het dan? Ze zegt, Bootje, ik sta gewoon om 7 uur op. Ik ga me douchen, ik ga me aankleden. En mijn kinderen zijn klaar om 9 uur, zitten wij aan tafel beneden. En dan ben je gewoon, je begint gewoon je dag. En ik merkte gewoon dat ik er heel gefrustreerd van werd. Dat ik elke keer weer ging slapen. Julie probeerde in slaap te krijgen. Nou, die sliep elke keer wel ook, weet je wel. En dan word je gewoon steeds verrot wakker toch. Want je valt in slaap. Je wordt weer wakker. En het is gewoon niet goed. Het is gewoon niet oké, weet je. Je wordt alleen maar chagrijnig ervan. Daardoor slaap ik zeg maar 's avonds weer laat. Omdat ik dan weer 's middags in slaap val. Ik wil het gewoon niet. Ik wil gewoon in een ander ritme komen. Ik bedoel, het is heel... Kijk, natuurlijk, dan kan ik wel tegen mezelf zeggen, ja, maar Bo, je zit in de horeca, dus je slaapt laat. Je hebt een ander ritme. Maar heel eerlijk, jongens. Ik kan altijd wel rond 12 uur slapen. Nu vooral met deze maatregelen. Weet je, het is voor haar ook niet leuk. Je moet gewoon je dag een beetje vroeg gaan beginnen. En ik word er zelf ook echt niet leuker van als ik elke keer weer in slaap ga vallen en loop de kutviolen. Ik kom niet aan mijn huishouden. Ik loop alleen maar te stressen omdat ik gewoon om 5 uur pas klaar ben met alles. Maar kijk, zoals vandaag is het gewoon super chill. Ik heb mijn wasje gedaan, ik heb alles gedaan. Ik heb Julie in bad gedaan, ik heb haar hapjes gegeven, ik heb alles gedaan. En het was 1 uur toen ik klaar was met alles. Ja, dat is gewoon top. En heb ik ook nog zelfs vanochtend bij Arlene gezeten voor die massage. Weet je? Dus dit ga ik gewoon inhouden, mensen. Want ik ben geen... ik word soms helemaal misselijk van mezelf dat ik zo'n lui mens ben af en toe. Ik haat dat echt, hoor. Maar goed, dus we gaan er verandering in brengen. Ik ga nu mijn haar veulen.
Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Zo, ik ga sporten. Dus het is weer lekker vroeg. Heerlijk. Daarna ga ik langs opa. Met die kleine. Want we mogen vandaag langs. Hij zei, kom maar, graag, leuk. En gisteravond was hij gelukkig weer heel vrolijk. Dus ik weet niet. Ik denk dat het steeds een beetje wisselvallig is. Ik vergeet spul voor mijn lippen mee te nemen. Heel irritant, want ze zijn weer super draai. Hier baal ik van. Hoezo neem ik dat nou weer niet mee? Bootje van de hoek. Hier ligt ook niks. Heel vervelend. Wat een mooi kind. Hey, ze zit aan je te kruipen. Je doet me zeer. Je doet me zeer. Je doet me pijn. Oké, inmiddels zijn we gearriveerd bij de maalder. Mijn kind slaapt zonder speen. Jee, sorry, ik ben er heel erg blij mee. Hier hebben we het andere familiecomité. En Frankie, James. Nee, je ziet het hier niet. Kijk naar je mooie mutsie, schat. Zit je zo lekker te chillen, schat? Ik weet wel echt dat Frankie echt chill is. Die kan heel lang zo blijven zitten. Ja, maar hij wil wel graag bewegen ook nu, hoor. Ja, Frank, dat is je vrouw. Je toekomstige vrouw. Ga je nu al op één knie? Kijk. Hij is op één knie. Oh, hij vraagt het erin. Moet je wel even vragen of dat mag, hè? Zo, wij waren heel even in Haarlem. We rijden weg uit Haarlem. We waren met het zusje van Jeff, iedereen. En het zusje van Jeff, die appt serieus net. Mijn vliezen zijn gebroken. Vruchtwater, plas uit de doos. Oh mijn godnes, ik kan het helft niet aan op dit moment. Het is echt heel gek. Dus volgens mij, als je vliezen breken, ik heb dat nooit zo gehad. Alleen, ja, volgens mij gebeurt het dan echt wel binnen 24 uur. Ik ging het meteen op internet lezen. Je moet dan 24 uur wachten tot de weeën komen of zo. En anders moet je sowieso naar het ziekenhuis. Als ik het goed heb gelezen. Oh mijn god, dit is echt... Schat, je neefje komt eraan. Je krijgt een speelmaatje erbij. Je neefje komt eraan. Wat spannend. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd. En dat is gewoon echt zo klein dan weer allemaal. Jij bent echt straks een reus naast je neefje. Ik weet zijn naam nog niet. Ja, ik weet hem wel, maar ik mag het nog niet zeggen. Nee, oh mijn god man. Oh, nu kan ik echt de hele dag niet slapen. Ik ben echt benieuwd wanneer het nu gaat gebeuren. Janie wordt ook helemaal gek, want nu zit je gewoon echt te wachten. Wanneer krijg je een wee? Oh mijn god, zij gaat nu gewoon die bevalling meemaken die ik al heb gehad. Ik ben zo benieuwd hoe zij dit gaat beleven. Gaat ze pijn hebben? Gaat ze het lang duren? Oh, ik ben zo benieuwd. What the fuck? Ik vind het serieus spannender voor een ander dan met mijn eigen bevalling. Er zijn echt heel veel mensen om me heen, zeg maar, bevallen en zo. En het is echt gewoon, je bent nerveuzer voor iemand anders of zo. En dit ben ik al helemaal hier nerveus voor. Gewoon mijn familie, mijn schoonzus. Oh mijn god. Oh, ik kan niet wachten hoor. Gewoon weer een klein neefje erbij. Zo leuk. Nou, ik hou jullie op de hoogte. Zo. Geen idee wat ik film. Sorry, Jill. Het is heel belangrijk. Je krijgt een neefje. Het is 7:30. Ik lees nu al mijn apps. Jane heeft nu, had om 5:30 4 centimeter omsluiting. Om 3:00 begonnen echt de weeën. Dus een beetje hetzelfde als wat ik had. Volgens mij zijn ze nu bij het ziekenhuis, maar ik krijg even geen reactie. Oh mijn god, ze gaat gewoon vandaag bevallen. Op haar eigen verjaardag. Jane is vandaag jarig. What the fuck, lijp. Dat is haar gewoon haar verjaardagscadeau. Haar eigen kind. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat spannend dit, hè? Jezus. Oh mijn god, ik heb echt kippenvel, ouwe. Ik bel net de moeder van Mar. Ik denk, die zijn al lang in het ziekenhuis. De moeder van Mar. De moeder van Jeff en Jane. Mijn schoonmoeder. Ik denk, die zijn al lang in het ziekenhuis. Ze heeft 8 centimeter ontsluiting. Ze is nog steeds thuis. Ziekenhuis zit vol. Oh mijn god, ik vind het zo... Ik heb gewoon kippenvel. Ik heb echt... Boh. Respect, ouwe, voor Jane. Ik denk nu echt zo erg aan haar.
Ze is gewoon thuis, heeft 8 centimeter. Hoor je, geloven mensen? Dat is echt, echt heel heftig. Dat is echt knap. Oh god, mijn arme kind. Ik wil echt naar de toe. Oh, ik vind het zo erg. Je weet gewoon wat zo iemand voelt. En dan ligt ze gewoon thuis zonder pijnstilling. Zo, petje af, man. Echt petje af. Niet normaal. Is jouw neefje geboren? Is jouw neefje geboren? Is jouw neefje geboren, schat? Ja! Is jouw neefje geboren? Oké, mensen, hij is geboren. Het knippert hier altijd als ik hier film. Heel erg vervelend weer. Oh mijn god, hij is geboren. Ronnie John Kordelaar. De twee namen van de papa's. Zo leuk. Oh mijn god, en ik wil hem echt zien. Oh, ik kan echt niet wachten. Maar ze zijn natuurlijk helemaal aan het bijkomen. Echt niet normaal. Je bent druk, schat. Janie heeft gewoon alles zonder pijnstilling gedaan. Echt bizar knap. Sorry, echt. Ik vind dat echt heel knap. Echt respect voor haar. Bikkel. Je tante is een betere bikkel als mama. Auw. Maar, op een gegeven moment ging ze met 8 centimeter ging ze nog naar het ziekenhuis. Ik had never gedacht dat ze dat zou gaan doen. Ik denk, die gaat echt thuis bevallen. Maar ze gingen toch naar het ziekenhuis. Ze heeft wel echt volgens mij 1,5 uur lang geperst. Maar hij is er. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd. Ik kan echt niet wachten. En ik vind het echt mega vervelend. En ik weet dat er natuurlijk nu heel veel daar gaande is. Maar je wil zo graag je neefje zien. Ik wil er echt naartoe. En ik moet straks gewoon werken. En ik hoop zo dat ik hem vandaag nog kan zien. Want ik wil hem echt heel graag zien. Dus ik heb geen idee hoe lang ze in het ziekenhuis nog moet blijven. Want hij is dus nog best wel klein. Hij weegt 2700. En moet je nagaan dat Julie woog 3700. Dus hij is wel een beetje nog op licht gewicht. Daarom moeten ze daar nog even blijven. En verder. Je hebt gewoon een neefje, schat. Hoe leuk. Kom eens naar boven. 1, 2, 3. Ja. Ja. Ik ga hem even op je buikje liggen. Oh nee, ik ga eerst je luisteren. Oh, ga je nephoesten weer. Oké. Ik hou jullie op de hoogte. En dan zullen jullie hem ook wel zo snel mogen zien. Oh, ik ben echt zo benieuwd. Maar godnus, ik kan het niet aan. Ach, ik krijg nu allemaal foto's door. Echt zo schattig. Zo klein, jongens. Niet te doen. Ik kan helaas vandaag niet meer langs. Want Jay moet in het ziekenhuis blijven. Omdat hij best wel licht is, ondergewicht. Dus, maar alles gaat goed gelukkig. Dus dat is wel fijn. Ik had Jay net even op de FaceTime. Potje janken. Echt diep respect voor haar. Zo, ik blijf het zeggen. Ik vind het zo knap wat zij heeft gedaan. Echt, joh. Poh. Hallo, mevrouw. Zie je het? Drink nou eens een keer door, joh. Ach, mijn kind drinkt zo langzaam, jongens. En ja, ik weet het. Speen verwisselen en dit en la la la. Ze drinkt nu met een speen M. Ik heb die L hier ook al, maar die L... Dus stikt ze zo wat. Dus dat ga ik echt nog even niet doen. Ze drinkt gewoon niet zo snel, mijn kind. Ze is ook snel afgeleid. Je hebt het uiterlijk van je vader, maar je hebt het innerlijk van je moeder. Ben je mooi klaar mee. Je had beter het innerlijk van je vader kunnen hebben. Sorry, ja, echt niet normaal. Oké, we zijn klaar. Het was... jullie zijn helder. Nee. Wij zijn de allerbeste. Ja, het is het Rafa's of Rifa's? Want ik weet het niet. Rafa's. Er zit er gewoon bonnen in, jongens. Rafa's. Nu zeg ik het goed. Het was zo druk. En alles is vies. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Jullie hebben nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Goedemorgen, mijn baby.
Ach mensen, ik vind het het lekkerste als mijn kind zo lekker naakt tegen me aan. Ach, je bent zo lekker. Zo, lekker in bed geweest, Timon. Kijk nou uit met je voeten, jongen. Je wordt ook zo sterk en alles en oh, 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 oh. Ja. Nou, we hebben weer lekker gewerkt. Oh. Laatste dag dat het allemaal tot 8 uur mag. Ze gaat nu huilen. Ja. Ja, die dikke buik zit ook tegen de aard te drukken. Ja. Julie was lekker bij Sessie. Ja, ja, ja. Ze had bijna huilen. Hi, schat. Hallo. Hallo. Hier een bal gekocht. Hallo, mop. Mama zit lekker aan de rode wijn. Jee. Goedemorgen, schatje. Hallo, schat. Jij kleine donde Steven, mama. Gaan we zo naar je neefje toe, hè, voor het eerst. Laat mama zich even douchen aankleden. Ik zal mijn hoofd, jezus, zelfs mijn vingers zijn opgezet. Ik zal mijn hoofd vandaag wel even niet laten zien totdat ik heb gedoucht. We gaan ook nog even langs opa. We zijn in Haarlem. Ik ben heel erg benieuwd. Hé, hey, waar heb je een broertje erbij? Dit is jouw broertje. Kom hier, hier. Wat zo. Oh, jongens. Ik meen, op video's en foto's lijkt hij echt groter. Hij is zo klein. Het is echt zo schattig dit. Wat is er? Eigenlijk moet mijn eigen kind ernaast liggen. Moet je nou kijken? Toch lijkt hij op een plateau, hoor. Ik zou het wel een mesje lijken, maar ik zie dat wel een tooi erin, hoor. Oh, hij is zo klein. Echt niet normaal. En hij slaapt van de hele tijd en hij wordt alleen wakker voor eten, dus het gaat hartstikke goed ook, hè? Hallo, die boy. Hallo, die boy. Ik vind het zo irritant dat het op de video groter lijkt. Hij is zo mini. Oh. Nee. Nee, wat zeg jouw gekke mama nou? Oeh. Zo. Het is al avond vandaag, schatje. Ik begin vandaag de dag met vloggen pas in de avond. We hebben echt zoveel gedaan. Oh, wil je mijn telefoon pakken? Word je gek? Do you want my telefoon? Oh, ik heb zo'n wild kind. Het is niet normaal. Ik ga even eten halen bij Michu. Ik heb heel erg zin in sushi. Gaan we met tante Sofia eten? Gaat tante Sofia lekker op jou letten? Ja. Hallo. Hallo. Nou, dit wordt een korte vlogdag, want het is al laat. Al laat. Mama was even vergeten te vloggen vandaag. Mijn haar zit ook echt in zo'n snuk. Bij sommige mensen vind ik dit altijd zo leuk zijn en bij mij staat het echt verschrikkelijk. Ja, lach me maar uit. Thanks. Ik krijg ook echt een dikkere koppen door. Het is zo... Ik weet niet wat het is, wat ik hiervan moet vinden. Ik had een idee in mijn kop, maar het gaat hem niet worden, schatje. Ik heb een kind, joh. Die is zo druk vandaag. Het is niet normaal. Ze schopt alles weg. Ik ga naar KNWP en dan verkeer ik een AZ. Ja, ja, ja. Hij is bij de auto en ik aan de training. En ik vind dat hij is in de... Goedemorgen. Nou, Julie zit voor het eerst in haar loopstoeltje. Die heb ik net even in elkaar gezet. Ik zit even op het toilet... En we gaan zo samen in bad, hè, schat? Ja, leuk, ken je nieuwe stoeltje? Ideaal, dit ding. Ze vindt het leuk, joh. Maar ze komt net nog niet tegen die grond. Anders kan ze natuurlijk zelf lopen. Ik wil dat bad voor jullie vullen en ik maak ons toch nat. Kijk. Sorry, schat. Het ging hier helemaal verkeerd. Ik zeg je wel echt heel eerlijk. Ik snap niet hoe mensen op dit commentaar konden geven van...
Geef je kind zelf de fles en geniet ervan. Dit moment is zo lekker, want dan kan ik me gewoon echt even snel aankleden, alles, terwijl zij de fles krijgt. Weet je hoeveel tijd het scheelt? Het is niet te doen. Je bent gewoon gek als je dit niet doet. Het scheelt zoveel tijd. Zo. Nou, mijn vriendin is aangekleed. Ik heb een nieuw haarbandje in van Kids Luxury. Ik heb echt heel veel leuke haarbandjes van hun. Dus dat is helemaal leuk. We gaan nu lopen naar de brochette. Zeker. Oké. Okay. Ik heb twee dingen binnengekregen. Dit is nummer 1. Jullie hebben in mijn video wel gezien dat Julie haar voetje en haar handje... ja, die werden in dat klei of weet ik veel wat gedaan. Nou, hij is echt zo mooi geworden, jongens. Moet je kijken. Hier hang ik hem dan op. Voetje en het handje in het goud. Kijk. Naamplaatje erbij en de datum wanneer het is gemaakt. Je kan echt alle kleuren kiezen. De achtergrond hier al kan je veranderen wat je wil. Ik heb de kleur van mijn muur gekozen. De lijst kan anders. Ik heb voor zwart gekozen. Nou ja, dit is echt onze stijl. Maar echt, je kan van alles kiezen. Maar kijk nou hoe leuk. Ik ga hem echt zo snel mogelijk ophangen. Echt heel leuk bij 3D Casting for All. Super blij mee. Volgende pakket. Van Fedde en Kees. En dit is echt iets wat ik zelf heel graag wilde. Dit is een lakentje. Een speciaal lakentje. Ik was laatst in Berlijn bij Kelly. Toen had Julie geslapen onder een lakentje met heel veel rek. Nergens te krijgen. Ik had op mijn Instagram wat ik gezet van... Weet iemand waar ik een reklakentje vandaan kan krijgen? Maar echt gewoon rek. Ik ga het straks laten zien. Het is niet uit te leggen. Mensen zeiden ook, Bootje, heb je geen foto of dit of dat. Maar toen kreeg ik van een paar mensen... jullie zijn echt vals met z'n tweeën. Van een paar mensen kreeg ik een reactie op mijn Instagram. Kijk even bij Fedde en Kees. Nou, nu een paar dagen verder heb ik twee pakketjes binnengekregen van Fedde en Kees. Een kleur grijs en oud roze. Het zit er nu omheen. Heel eerlijk, je moet wel even dat boekje goed lezen. Want het is echt wel even een dingetje. Je moet het aan de achterkant vastmaken. En dan zit hier zeg maar een rits. Als het eenmaal vast zit, hoef je alleen maar die rits dicht te doen als jullie eronder ligt. Het lakentje kan ook dus niet hiervan af. En dat vind ik ook echt top, want je merkt gewoon dat ik haar anders instop dan Jeffrey. Dus elke keer is het steeds zo van... Jongen, elke keer doet Jeff dan die dekens net niet strak genoeg. En ik wilde dit heel graag, omdat Julie heel erg naar boven kruipt. Ze is sowieso best wel druk in de slaap. En ze begint hier en dan uiteindelijk ligt ze daar. Ze is echt mega sterk. Maar kijk, ik ga het nu even goed laten zien. Je bent zo vervelend, Jeffrey. Oké. Okay. Kunnen jullie even je mond echt houden? dit is dus lossig. En best wel dunnig. En dan is hier de rekstof precies wat ik bedoel. Kijk, het is echt gewoon ruk, ruk. Dus, je legt Julie eronder. Doe maar even, Jeffrey. Nee, dat wil ik niet zo. Ja, doe nou even, dan kan ik het laten zien. Kijk, dan doe je dus de rits open. Zo, hi schat. Hallo, papa zegt altijd dat ik tegen je moet praten. Schat, kun jij me even helpen, want dan kan ik het filmen. Dit moet vast, met die klittenband eraan. Dan, dus je doet eerst die klittenband zo. Ja! Ja, ze is dus nu niet... Ze wil nog niet naar bed. Maar in ieder geval, dit moet even dicht, schat, die rits. Ja, sorry, schat. Het is alleen even om te laten zien. Zo. Hoppie. Oké, ik moest heel veel mijn kind stil krijgen. Want Jeffrey krijgt zijn kind nooit stil. maar wat ik wilde zeggen, mensen. Ja. Moet ik je heel eerlijk zeggen dat Julie helemaal niet een slechte slaper is. Ze slaapt op zich redelijk goed, vind ik zelf. Maar ik merkte gewoon dat ze heel erg onrustig is in haar slaap.
Je merkt bijvoorbeeld wel, ik moet eigenlijk bijna wel iedere nacht één keer eruit om de speentje even in de mond te doen. En als ik dan in de ochtend... Waar is het eigenlijk een speen? Weet ik niet. En als ik dan in de ochtend... Ja, dan moet je een andere speen pakken, schat. Aladdin. Ik kan niet praten als jij... Zet Aladdin, waar ligt die? Nu weet ik niet waar ik was gebleven met mijn verhaal. Maar in ieder geval, oh ja, ik weet het wel. Dat je dus wel af en toe 's nachts uit moet voor de speen. Ook soms niet. Vannacht was dat dus niet het geval. En dan denk ik toch omdat ze gewoon minder bewegelijk is. En als ik 's ochtends normaal naar haar toe ga, dan zijn alle dekens eruit getrapt. En overal en nergens. Ze ligt soms met haar hoofdje helemaal aan de andere kant, aan de bovenkant van de ledikant. Dat kan nu ook niet meer. Dus ze is gewoon... Weet je wel, ze kan zich bewegen, maar het geeft wel een goede druk dat ze niet alle kanten op kan. Dus ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Nou, moet je nou weer? Ga weg, ga naar je FIFA. Ga weg, praat niet tegen me. Laat me met rust. Praat ook niet tegen die camera. Dus, ja, ik heb wel een leuke kortingscode voor jullie. Dus check even de beschrijving onder deze video. En ze hebben nog veel meer leuke, mooie, handige dingetjes. Dus ja, ik ben echt heel erg blij met de tips die ik toen heb binnengekregen via mijn Instagram. Thank you for that. Ik ga nu deze video afsluiten. Vond je me leuk? Vergeet even niet een duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even. En jullie zien mij zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe video zonder dat Jeffrey in beeld komt. Dat is het beste idee. Yes!